In 2012 presenteert Valkenswaard haar visie op de toekomst van onze groene Brabantse gemeente. Deze toekomstvisie, opgesteld in samenspraak met burgers en bedrijven, schetst een spannend en inspirerend beeld van Valkenswaard in het jaar 2030. Ambitieus? Jazeker. De toekomstvisie laat zien dat het schijnbaar onmogelijke mogelijk wordt als we durven dromen en durven doen. Maar Valkenswaard is niet alleen op de wereld. Daarom zijn we gericht op onze omgeving en werken we nauw samen met partners in onze netwerken. En we formuleren antwoorden op de vragen die de maatschappij van morgen ons vandaag stelt. Die vragen zijn vaak complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Die complexiteit en de snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert, vragen om nieuwe kwaliteiten van onze gemeentelijke organisatie. Een van de allerbelangrijkste daarvan is een open houding, gericht op samenwerking, uitwisseling van kennis en kansen en op het succesvol maken van elkaar. Laten we eens een kijkje nemen in het jaar 2028 en kennis maken met een paar toekomstige collega's. Dit is Vera, 58 jaar oud. Als beleidsregisseur ruimtelijke ordening en economie houdt zij zich bezig met Valkenswaard 2030. Of, zoals Vera zegt, voorwaarts 2030. Een ambitieuze totaalontwikkeling met onder meer de komst van Legoland, de aanleg van een milieuvriendelijk monorailsysteem naar Eindhoven Airport en de bouw van een parkeergarage onder de markt van Valkenswaard. Vera's dag begint om 8:30 in haar eco-woning in Lage Heide met een digitaal dashboard ontbijt. Via een live beeldverbinding op haar tabletcomputer met collega's van haar beleidsafdeling neemt Vera de managementstatus van 5 projecten door en worden beslissingen direct afgevinkt. Vervolgens heeft Vera een beeldgesprek met Koen, 28 jaar. Koen is, wat we in 2028 noemen, ondernemend ambtenaar. Op projectbasis werkt hij voor verschillende gemeenten aan interessante opdrachten. In Valkenswaard is Koen projectleider voor de bouw van een parkeergarage onder de markt. Hij is onderweg naar een vergadering met de ontwikkelaar. Samen bepalen Vera en Koen op welke gewenste resultaten tijdens de vergadering gestuurd gaat worden. Nog één gesprek met de voorzitter van klankbordgroep Centrum. De bewoners en ondernemers in deze klankbordgroep zijn vaste adviseurs van de gemeente bij de realisatie van Valkenswaard 2030. Vera is enthousiast over de ideeën van bewoners om de parkeergarage ook geschikt te maken voor evenementen. Dan vertrekt Vera om 9:15 op haar lichtfiets voor een presentatie in het Evoluon. In het klantcontact- en communicatiecentrum van de gemeente Valkenswaard begint de dag van Tim, 25 jaar, met een burgerservicegesprek. Jolanda Klaassen wil graag haar paspoort vernieuwen, een bouwvergunning doornemen en ze heeft vragen over een aanslagbiljet. Tim heeft alle informatie bij de hand en kan Jolanda direct verder helpen. Dan ziet Tim de eerste berichten op Twitter. De parkeergarage onder de markt zou vertraging oplopen wegens grondverschuivingen. Enkele omwonenden reageren bezorgd. Ook ziet Tim de locatiebeelden van de smartphone van Doreen, medewerkster buitendienst. Tim stelt Koen direct op de hoogte van de tweets en de beelden van Doreen. Dit kan een tegenvaller zijn, maar Koen is niet voor één gat te vangen. Hij checkt de verschillende planningscenario's op zijn tablet en houdt kort ruggespraak met collega's. Dan stapt hij met een nieuwe agenda de vergadering in. Intussen retweet Tim de berichten. De gemeente is nu in gesprek met de ontwikkelaar, we houden u natuurlijk op de hoogte. In het Evoluon houdt Vera een presentatie voor een zaal vol enthousiaste ondernemers. Haar thema? Welke kansen biedt Valkenswaard 2030 voor de regionale economie? De hele presentatie wordt live uitgezonden op de website van de gemeente. Tijdens de lunch wisselt Vera met een groepje ondernemers en collega-ambtenaren van gedachten over nieuwe kansen. Dan zoomt haar smartphone. Een beeldoproep van Koen. Koen geeft Vera de update van de vergadering met de ontwikkelaar. Hij heeft een brainstorm met ingenieurs op touw gezet voor de volgende dag. Vera nodigt Tim van het klantcontact- en communicatiecentrum uit voor een conference call. Samen besluiten ze om de pers te informeren, de website te updaten en binnen een uur een nieuwsmail naar alle omwonenden te sturen. Tim twittert: gemeente overlegt morgen met ingenieurs over planning parkeergarage. Meer nieuws op valkenswaard.nl. Terug naar nu. Wat betekent deze toekomstvisie voor u? Het bestuur van de gemeente Valkenswaard nodigt u van harte uit om samen te werken aan de sterktes van onze toekomstige organisatie. Een organisatie die vanuit een open houding,
transparantie, gerichtheid op de omgeving en samenwerking het Valkenswaard van 2030 en daarna gaat vormgeven. Die wereld van morgen begint nu. En daarom heeft Valkenswaard een drietal pijlers geformuleerd onder onze Quality of Work, waar nu al aan wordt gewerkt. In de eerste plaats organisatie en cultuur. In 2030 werken we transparant, op dezelfde manier en met dezelfde procedures en processen. We zien kansen, denken vanuit doelstellingen en co-creëren met burgers, bedrijven en organisaties. In de tweede plaats innovatie. Meer nog dan nu denken we in 2030 out of the box. We hebben de visie en het lef om nieuwe, baanbrekende concepten op gebieden als wonen, werken, zorg en bestuur te onderzoeken en te omarmen. In de derde plaats samenhang en professionalisering. In het jaar 2030 hebben we als organisatie een gedeelde visie en gedeelde doelen. We beschikken steeds over de juiste deskundigheid en informatie om te sturen op gewenste resultaten. De gemeente Valkenswaard gelooft dat het antwoord op maatschappelijke uitdagingen ligt in oplossingsgericht werken, niet probleemgericht. In een focus op de uitdaging en niet op de organisatie. Laten we elkaar succesvol maken.